De Kamerfracties van CDA en PvdA vinden dat er een gespecialiseerd geboortecentrum in Lelystad moet komen. Beide partijen maken zich grote zorgen over de geboortezorg in oostelijk en noordelijk Flevoland. Die is na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen nog erg kwetsbaar. De uitstoot van stikstof door Lelystad Airport is veel hoger dan uit een onderzoeksrapport van de overheid blijkt. Dat zegt Leon Adegeest van Burgercomité Hoogoverijssel. Volgens hem staat het rapport vol met fouten. Het onderzoeksbureau spreekt dat tegen. En afhakende winkelketens en vastgoedpartijen die investeringen uitstellen. Ondernemers in het centrum van Lelystad zijn er bang voor. Nu een plan om het eerste uur parkeren gratis te maken het wederom niet haalde. De politiek ziet dat niet zitten, tot frustratie van de ondernemers. Dat zo'n gemeenteraad dat niet beseft. Die kan niet de helikopterview hebben over het gevolg van zo'n besluit. Het is vandaag donderdag 5 december en dit is Flevoland. Goedenavond. Lelystad moet een gespecialiseerd geboortecentrum krijgen om te garanderen dat de geboortezorg in Flevoland wordt versterkt. Daarvoor hebben CDA en Partij van de Arbeid gisteravond moties ingediend in de Tweede Kamer tijdens een debat over de gezondheidszorg in Flevoland. Richard Schuurman, ja, jij volgde dat debat. Waarom willen CDA en PvdA eigenlijk zo'n geboortecentrum? Nou, die twee fracties, maar ook ChristenUnie, SGP, die zijn er niet gerust op dat het goed komt met die geboortezorg in Flevoland. Een jaar geleden gingen de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet. Toen hadden we nog acute verloskunde in Lelystad en spoedeisende hulp. Dat is daarna verdwenen. Dat zit niet in het huidige Sint-Jansdal ziekenhuis. En er is weliswaar een advies geweest van een zorgverkenner, iemand die onderzoek heeft gedaan hoe het verder moet met de gezondheidszorg. En die zegt, ja, er zou een bevalkamer in het ziekenhuis in Lelystad of ergens in Lelystad moeten komen voor vrouwen die moeten bevallen. Bijvoorbeeld voor de vrouwen uit Noordoostpolder en Urk, zodat ze niet zo ver hoeven te reizen. Maar Partij van de Arbeid en CDA zeggen, ja, dat zou je moeten uitbreiden. Maak daar een volwaardig geboortecentrum voor. Maar als je dan gaat luisteren op Urk wat ze daarvan vinden, dan hebben ze daar toch wel wat vraagtekens. Voor Lelystad een mooie eerste stap. Het voorziet, kan daar mogelijk in een behoefte voorzien. Kort gezegd, voor Urk geen meerwaarde. Zeker geen oplossing van een bestaand probleem. Want zo'n geboortecentrum is een voorziening die vrij simpel is ingericht. Je kunt het eigenlijk je voorstellen als een verplaatste thuisbevalling. Het gebeurt dan wel in een ziekenhuis, een polykliniek eigenlijk. Maar een spoedkeizersnede kan niet gedaan worden daar. Dus acute verloskunde, daar is geen sprake van. Is het een complicatie, kan het daar niet worden opgelost worden. En zal er vervoerd moeten worden naar de ziekenhuizen in de omgeving, naar Harderwijk of naar Almere. En stel voor vanuit Urk je gaat met een zwangere naar Lelystad, daar bevallen, is een complicatie. Dan moet je nog weer door naar Almere of naar Harderwijk. Wij zijn echt georiënteerd op het noorden met onze zorg, naar Sneek, Heerenveen. Kijk, als acute verloskunde weer terugkomt in Lelystad, zijn wij ook weer terug. Maar tot dusver is het nog gewoon richting het noorden. En daar zullen we het mee moeten doen. Belangrijker voor Urk is volgens de huisarts het feit dat de ambulance die het dorp heeft gekregen ook definitief blijft. Dat is op dit moment nog geen uitgemaakte zaak. En dat is echt het minimum. Ja, wij willen daar echt op inzetten. Dat is natuurlijk ook onderwerp van evaluatie. In februari wordt het geëvalueerd. Ik hoor links en rechts wat geluiden dat maar de vraag is of het doorgezet wordt. Maar ik zou daar echt vanuit de zorgverlening, vanuit de geboortezorg voor willen pleiten. Die ambulance echt continu hier paraat op Urk te houden. Ja, Urk heeft dus liever een extra ambulance. Wat zei de Kamer daarover gisteren? Nou, op dat punt is de Kamer ook niet gerust. Want er staat weliswaar nu tijdelijk een ambulance op Urk. Om in ieder geval die aanrijdtijd voor de ambulance te verbeteren. Maar het is niet zeker dat die daar kan blijven. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Nou, Partij van de Arbeid en PVV dienden een motie in om minister Bruins op te roepen dat die ambulance daar wel blijft. En sowieso om te regelen dat de ambulancezorg in Flevoland goed georganiseerd wordt. Zodat overal die ambulance binnen een kwartier ter plekke kan zijn. Nou, er waren nog meer moties. Partij van de Arbeid en VVD die dienden een motie in om het ziekenhuis in Lelystad verder te gaan uitbreiden. We hadden daar de volledige spoedeisende hulp en de acute verloskunde. Dat is verdwenen. Daar hebben we dus nu een spoedpoli terug. Maar die is maar tot 10 uur 's avonds open. Mm-hmm. En die twee fracties, Partij van de Arbeid en VVD, zeggen, maak daar nou een uitgebreide spoedpoli van. Dat hebben ze in Spijkenissen ook. Dat werkt goed. Dus doe er een tandje bij, om het zo te zeggen. En de SP zei eigenlijk als
als enige, dit ziekenhuis in Lelystad moet weer een volwaardig ziekenhuis worden met die acute verloskunde en die spoedeisende hulp. Want we hebben hier een stad die de ambitie heeft te groeien naar 100.000 inwoners. Dus dat hoort er gewoon bij. Ja, die motie van de SP, of die kans maakt, dat vraag ik me af. Maar gering waarschijnlijk. Gering. En de andere moties, maken die wel kans? Dat zullen we dinsdag weten, dan wordt er over gestemd. Maar het was wel opvallend dat op de meeste moties minister Bruno Bruins van Medische Zorg reageerde van, ja, je richt hem aan mij, of de Kamer richt die motie aan mij, maar ik ga er eigenlijk niet over, want het moet besproken worden aan de zorgtafel Flevoland. En wat is dat dan weer? Ja, na die adviezen van Bas Lering, die zorgverkenner, is er een zorgtafel opgezet. En daar zitten de overheden in, maar de zorgverzekeraar, maar ook de medisch specialisten, de verloskundigen, patiënten praten mee. En daar zegt minister Bruins, daar moeten in de regio afspraken over worden gemaakt over hoe en wat er nu in Flevoland moet gaan gebeuren. Daarmee nam hij een beetje de verantwoordelijkheid bij zichzelf weg, al wil hij er wel bij betrokken blijven. Maar daar wordt dus nu gesproken hoe het verder moet. Maar gaan we even terug naar dat geboortecentrum waar we mee begonnen. Daarvan heeft Sint-Jansdal al gezegd, ja, dat hebben we ooit wel overwogen, maar we hebben ernaar gekeken en het is gewoon niet haalbaar op dit moment. Dus het Sint-Jansdal ziekenhuis ziet dat in ieder geval niet zitten. Richard Schuurman, dankjewel. Dan meer zorgnieuws. Ouders van jonge kinderen in Tollebeek, Krijl, Mark Nessen en Ens, die kunnen vanaf januari niet meer in hun eigen dorp naar het consultatiebureau. Zorggroep Oude Nieuwe Land brengt alle activiteiten vanaf dan onder in Emmeloord. De spreekuren in de dorpen, die stoppen. Per 1 januari worden eigenlijk alle taken vanuit de jeugdgezondheidszorg hier vanuit het kantoor in Emmeloord aan de Kometenlaan uitgevoerd. Door de centralisatie denkt Zorggroep Oude en Nieuwe Land efficiënter te kunnen werken. In heel Nederland is er op dit moment namelijk een tekort aan jeugdartsen. Daar heeft ook de zorggroep mee te maken. Als we inderdaad letterlijk op 4 of 5 locaties, of 6 locaties, want we zijn natuurlijk ook voor Urk beschikbaar. Als we inderdaad op 6 locaties bureaus doen, ja, we hebben niet 6 artsen die tegelijkertijd beschikbaar kunnen zijn. Dus dat maakt inderdaad dat het ja, roostertechnisch niet haalbaar is om op alle locaties door te kunnen blijven gaan. De 4 dorpen waar de consultatiebureaus nu verdwijnen zijn de laatste dorpen in de Noordoostpolder waar jonge ouders nog in hun eigen woonplaats terecht kunnen. We hebben natuurlijk in de Noordoostpolder te maken met 10 dorpen rondom Emmeloord. Dus inmiddels is het voor een heleboel mensen in de Noordoostpolder al niet meer vanzelfsprekend om al wandelend naar het consultatiebureau te gaan. Maar juist in de 4 dorpen waar we wel nog een consultatiebureau kunnen hebben, tot op heden, voor die mensen gaat het inderdaad letterlijk een stap verder worden. Ouders zijn halverwege november op de hoogte gebracht van de wijziging. Tot veel klachten heeft het niet geleid, zegt de zorggroep. Van de ruim 500 mensen die ze hebben aangeschreven, hebben er 2 gereageerd. We hebben wel iedereen aangegeven van als u alsnog vragen hebt of u ziet belemmeringen, neem contact met ons op. Dan willen we zeker ook met ouders meedenken hoe ze eventueel wel hier zouden kunnen komen of wat er voor nodig is om wel het consultatiebureau te kunnen bezoeken. We hebben er geen enkel belang bij om de cijfers en de feiten anders voor te stellen dan ze zijn. Dat zegt de directie van onderzoeksbureau ADEX R Infra in een reactie op de aantijgingen van onderzoeker Leon Adegeest van Burgercomité Hoogoverijssel. ADEX R Infra stelde een rapport op over de stikstofuitstoot van vliegveld Lelystad. Volgens Adegeest klopt er maar weinig van de onderzoeksresultaten. Ik viel werkelijk van mijn stoel toen ik zag wat daar gebeurd was. Van wat daar stond. Ik denk, nou, dat kan toch niet? Het is absurd. Zo wordt volgens Adegeest de uitstoot van stikstof door Airport Lelystad in het rapport veel te laag voorgesteld. En is de werkelijke uitstoot ruim 30 keer hoger. Verder is Adegeest van mening dat de stikstofuitstoot van het wegverkeer in het rapport veel te mooi is voorgesteld, omdat alle toevoerwegen buiten beschouwing worden gelaten. De Lelystad Airport zal zijn vliegtuigen vol moeten krijgen, dus er moeten mensen in die vliegtuigen komen. Dus er komen auto's naar Lelystad Airport, op 14.000 parkeerplaatsen. En die auto's die moeten de brug over bij Harderwijk of bij Kampen of bij Ketelmeer. En dat is allemaal niet gemodelleerd, dat zit niet in de berekeningen. En wat er wel in had moeten zitten. Als je een rapport van de overheid krijgt, dan moet je dat toch ook kunnen vertrouwen dat het klopt. En, het moet toch niet zo zijn dat je dat openslaat en denkt van nou, er zal wel fouten dit keer zitten. En dat is momenteel gewoon jammer genoeg het geval. Inhoudelijk kan directeur Peter Frankena van onderzoeksbureau ADEX Air Infra nog geen reactie geven. Hij zegt dat zijn medewerkers op dit moment onderzoek doen naar de aantijgingen. En ook het ministerie is daarmee bezig.
Begin volgende week hopen ze gezamenlijk met een reactie te komen. Diverse partijen in de Tweede Kamer willen inmiddels tekst en uitleg van minister Cora van Nieuwenhuizen over de aantijgingen van Aardegeest. De veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek gaan voortaan vaker op elkaars grondgebied werken. Dat is mogelijk dankzij een samenwerkingsovereenkomst die beide regio's hebben ondertekend. In een veiligheidsregio werken de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de politie en de gemeente samen om onder meer rampen en crisissen te bestrijden. Meer resultaten boeken met minder middelen. Dat is het doel van de intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Dankzij de samenwerking kunnen bijvoorbeeld Flevolandse brandweermannen vaker in Gooi- en Vechtstreek worden ingezet om een brand te bestrijden en andersom. Maar dat is niet alles. Dat we in beide regio's, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, veel meer kennis, veel meer kunnen gaan uitwisselen, kijken, leren van elkaar. We werken al met één gezamenlijke brandweercommandant, maar op bepaalde posten, bijvoorbeeld financiën of inkoop of ICT, ga je gewoon gezamenlijk aan de slag, koop je het intelligenter in. En dat leidt er gewoon toe dat je meer krijgt tegen minder kosten naar de toekomst toe. En je zorgt er ook voor dat je kennis op niveau blijft en zelf versterkt wordt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zouden gaan fuseren. Maar de wet staat dat niet toe. Wettelijk gezien mag namelijk in een veiligheidsregio maar één GGD actief zijn. En daarnaast was de bevoegdheid van de commissaris van de Koning in geval van een fusie een probleem. Die reikt namelijk niet over provinciegrenzen heen. De commissaris heeft bij rampen en crisissen specifieke bevoegdheden, maar alleen in de eigen provincie. Wat gaat er vanaf vandaag gebeuren concreet om handen en voeten te geven aan die samenwerking? Ik kan kleine voorbeelden noemen. Laten we bijvoorbeeld stellen het brandweerpersoneel. Als er een hartaanval is in de buurt, dan zijn de brandweerlieden in Flevoland uitgerust om snel eerste hulp te kunnen verrichten. Dat was nog niet het geval in Gooi- en Vechtstreek. Ze hebben gekeken, zo'n best practice, van hoe doen wij dat in Flevoland, en dat nemen ze over. Dus je wisselt ongelooflijk veel uit. Maar zoals ik net al zei, we hebben elkaar gevonden, gewoon in het dagelijkse werk. Vinden elkaar nu ook aan de bestuurlijke tafel om gewoon voor te zorgen dat we een krachtige regio zijn en blijven. Nu Lelystad vasthoudt aan het betaald parkeren, is de kans groot dat vastgoedpartijen investeringen uitstellen en winkels die Lelystad op het oog hadden afhaken. Daarvoor vreest de ondernemersvereniging in het Stadshart. De prijs van 1 uur parkeren stijgt volgend jaar van 1,50 naar 1,60. Dat besloot de gemeenteraad dinsdagavond. Een alternatief plan: het eerste uur gratis parkeren en de volgende uren een hoger tarief betalen, haalde het niet. Tot teleurstelling van de ondernemersvereniging, die groot voorstander was van dat eerste uur gratis. Een beetje een klap in het gezicht van onze ondernemers en vastgoedpartijen. De inwonerspartij deed lacherig over de rol van de supermarkten en de rol van de ondernemers. Terwijl het juist blij moet zijn dat je de grote ondernemers laat betalen om de kleine ondernemers te ondersteunen. Dus ja, het is heel bijzonder dat daar dan dusdanig lacherig over wordt gedaan. Volgens Van der Meulen zijn de gevolgen verstrekkend. Gratis parkeren had volgens hem iets in gang kunnen zetten, waarvan het nu nog maar de vraag is of dat ook doorgaat. Het gaat eigenlijk helemaal niet over parkeren. Dat is het bijzondere van deze case. De vastgoedpartijen hebben gezegd: Gerrit, eerst uur gratis, leuk, wij steunen je met die 2,5 ton. Maar wij willen na 2 uur gratis parkeren. Want wij hebben winkelformules die vragen: de situatie in Lelystad, is daar een vorm van gratis parkeren? Zo ja, daar komen we. Dat is 2000 vierkante meter, kon ingevuld worden als het besluit positief was geweest. Een andere ondernemer wil 5 ton investeren. Als de stad aan zich, de binnenstad aan zich, een betere invulling gaat krijgen. Dus dat parkeren was onderdeel van een strategisch, ja, zeg maar, verbeterplan om te komen tot een betere concurrentiepositie in het land. Dat het besluit van de gemeenteraad in het nadeel van het eerste uur gratis parkeren heeft uitgepakt, vindt Van der Meulen frustrerend. Dat zo'n gemeenteraad dat niet beseft, die kan niet de helikopterview hebben over het gevolg van zo'n besluit. Die kan niet verder kijken dan buiten het probleem parkeren en de effecten ervan als het gaat om de kosten. Dus de kosten gaan voor de baten, mooie woordspeling. En als mensen zeggen dat ze voor de inwoners zijn, ja, dan is deze besluitvorming een hele vreemde.
Het is pakjesavond. Vol verwachting klopt het hart van vrijwel alle kinderen in Flevoland. Zal het Sinterklaas ook dit jaar weer lukken om alle cadeautjes op tijd langs te brengen? Als het goed is, hebben we nu live contact met Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, goedenavond. Gaat het allemaal goed komen, denkt u? Komt het ook dit jaar weer goed? Het komt toch altijd goed, Marco? Natuurlijk. Wat denk je, met zo'n fantastisch paard als Ozo Snel en deze geweldige, doorgewinterde Piet kan er gewoon helemaal niets meer misgaan op deze pakjesavond. Ja, want samen hebben we al jarenlang ervaring, Sinterklaas. Ja, u doet het natuurlijk ook al jaren. Ja. Cadeautjes brengen bij de kinderen in Flevoland. En om u nou een beetje in het zonnetje te zetten. Ja. En ook omdat u jarig bent natuurlijk vandaag. Ja. Heb ik een klein cadeautje voor u meegenomen. Een cadeautje voor mij? Maar wat ontzettend attent. En wat heb je dat prachtig ingepakt ook. En kijk dat prachtige papier met al die pietjes. Die hebben nog nooit een schoorsteentje gezien. Ze zijn nog zo wit, hè? Leerlingpietjes, ja. Het is wel heel erg licht, hè? Ja, maar er zit echt wat in, hoor, Sinterklaas. Kijkt u maar. Mooi pakje. Met dolle pakjes. Er zit helemaal niks in, Piet. Jawel, Sinterklaas. Kijkt u eens. Daar. Oh, wacht even. Er zit een briefje in. Even kijken. Ik ben wel benieuwd. Gefopt, groetjes, malle Pietje. Die malle Pietje ook weer, hè? Trouwens. Ja? Er zit iets op je neus. Om mijn neus? Ja. Toet, toet! Ballenpietje ook. Nou, een heel fijne pakjesavond allemaal. Tot volgend jaar. Marco, dag, doe je de groeten aan Carolien. Die vind ik eigenlijk veel beter ook dan je. Graag voor volgend jaar. Dag. Zal ik doen, Sinterklaas? Nou, goed, ik weet wie het zegt. Nou, Sinterklaas, wat doet u nu? Dit was Flevoland voor vandaag. Blijf ons nieuws volgen op de site omroepflevoland.nl of via onze sociale media. Nu het weer met Diana Woei. En ik ben er morgen weer. Een fijne pakjesavond. Graag tot dan.